Ik ben een content marketingbureau gestart in november en dat heet E-Level. Los en lockdown. Door de coronacrisis hebben veel mensen het zwaar. Zeker de mensen die een eigen zaak hebben. Als je een nieuwe onderneming begint in de coronatijd, heb je geen recht op de steunmaatregelen van de overheid. Zoals de tegemoetkoming vaste lasten en de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers. Geen makkelijke taak dus. Toch zijn er jonge ondernemers die dit aandurven. Zo is Hanna Elfassi haar eigen marketingbureau e-level begonnen. De reden voor mij om een content marketingbureau te beginnen is omdat ik bedrijven echt wil helpen um, met het behalen van hun bedrijfsdoelstellingen. En ik geloof dat content marketing daar een hele goede rol in kan spelen. En uh, content marketing is um, het op een relevante manier onder de aandacht komen bij je doelgroep. Mm -hmm. Dus door echt in de huid te kruipen van de doelgroep, weten we precies. Hoe we een merk op een relevante manier onder de aandacht kunnen brengen. Door corona loopt alles een beetje anders dan normaal. En zo zijn er twee soorten klanten. Ja, je merkt dat sommige uh, bedrijven waar ik mee werk liever op afstand willen afspreken. Maar ik merk eigenlijk dat ook nog wel steeds veel bedrijven face-to-face -face fijn, een fijne manier vinden. Uh, je ziet dat er heel veel bedrijven uh, niet durven te investeren in marketing of een externe partij. Maar dat er gelukkig ook bedrijven zijn die wel durven te investeren in marketing. En die ook snappen dat het juist nu belangrijk is om te investeren in marketing, zodat je nog. Onder de aandacht bent bij de doelgroep op het moment dat alle maatregelen weer weg zijn. Het fijne voor mij is dat ik hier bij Startup Nijmegen grote ruimtes kan reserveren, waar ik ook gesprekken met mijn klanten kan hebben. Het krijgen van een lening bij de bank ging niet helemaal zoals verwacht, maar uiteindelijk is het gelukt. Ja, ik heb financiële steun aangevraagd bij een grote bank, waarvan ik ook dacht van, nou ja, die helpen startende ondernemers met een kleine krediet. Dat is helaas afgewezen. Maar ik heb wel een andere kleinere kredietverstrekker gevonden die uh, mij wilde helpen. Eigenlijk wilde de grote bank een, um, een kapitaal, zoals een hypotheek of een auto of dat soort dingen. Maar ja, ik heb een onderpand. Dat heb ik niet als de jonge start een ondernemer. <laughs> Voor jonge ondernemers in SP die nog twijfelen, geeft Hanna haar belangrijkste tip. Ik ga heel veel netwerken. Dat is echt iets waarvan ik van tevoren dacht van. Oké, okay, netwerk is belangrijk, maar dat het zo belangrijk was, dat had ik uh, onderschat. <laughs>